De afgelopen tijd was Purmerend in de ban van de bouw van een grote opvang in de Purmer-Zuid-Zuid. Voor 500 tot 1500 Oekraïense ontheemden. Het plan kon tijdens de inspraakavond op enkele positieve reacties rekenen. Het merendeel van de rest op. Het is dan ook niet meer dan redelijk dat Nederland als goede buur in Europees verband het heeft afgesproken een deel op zich te nemen. Maar het merendeel van de sprekers liet zich negatief uit. Dan heb ik het ook nog over de verkeersdruk. Als je naar het hotel, het Burghof Hotel rijdt, dan zie je daar op de parkeerplaats talloze auto's staan met een Oekraïns kenteken. Er wordt gezegd dat die mensen proberen te werken. Heeft u enig idee wat er in 2024 gaat gebeuren met de verkeersdruk op de Purmer-Zuid? De ontevredenheid over het besluit en de besluitvorming van het plan resulteerde afgelopen donderdag in een petitie die meer dan 10.000 keer ondertekend was en werd aangeboden aan de gemeenteraad. Dames en heren, allemaal hartelijk welkom bij de overhandiging van de petitie. Allereerst wil ik de gemeente bedanken dat we deze gelegenheid krijgen om de petitie überhaupt aan te bieden. Echter, de avond voor de aanbieding van de petitie nam het verhaal een verrassende wending. De financiën rondom de opvang kwamen niet rond en het plan werd van tafel geveegd. Hoe kan dat? We zijn al een aantal maanden in gesprek met de Rijksoverheid om te kijken of de business case haalbaar is of niet. Dus ja, we waren bezig met een haalbaarheidsonderzoek. Dinsdagavond en woensdagmorgen heeft dat geresulteerd in het bericht dat het binnen de huidige financieringsmogelijkheden van het Rijk niet mogelijk is. Je gaat met bewoners in gesprek zonder dat je weet dat er geld is om het te doen. Nee, we zijn niet met bewoners in gesprek gegaan zonder dat we dat geld hebben. We zijn met bewoners in gesprek gegaan op het moment dat naar buiten kwam welke locatie het was. Toen waren we nog midden in het haalbaarheidsonderzoek en wisten we nog niet waar we aan toe waren. Toen ik het gisteravond hoorde, was ik eigenlijk niet verrast van deze wending. Omdat in mijn optiek dit dossier zoveel gaten kent. Dat als het niet over de financiën was gestruikeld, dan was het in mijn optiek wel over iets anders gestruikeld. De boodschap van deze petitie is eigenlijk niet alleen dat wij tegen een hele grote opvang zijn van vluchtelingen, maar welke doelgroep dan ook. Ik denk dat het gewoon heel verkeerd is om zoveel mensen op één locatie, waar dan ook, de huisvesten. De boodschap is eigenlijk ook, denk ik, meer dat als je een plan hebt wat een ongelofelijke impact heeft op de samenleving, dan moet je met enig empathisch vermogen moet je deze klus willen klaren. En daar bedoel ik mee dat je vanaf dag 1 in je plannen moet meenemen hoe je met bewoners gaat praten. Heeft het college dit goed gedaan? Het college heeft uitgevoerd wat we in de regio hebben afgesproken. Zaanstad doet de asielzoekers, dat zijn er 1500. Wij hebben op ons genomen om de Oekraïense oorlogsvluchtelingen te huisvesten. Ik heb veel gehoord dat mensen u niet echt empathisch vonden bij dit dossier. Herkent u zich daarin? Ik begrijp dat heel goed. En de reden daarvan is denk ik omdat we ook nog geen gelegenheid hebben gehad om met de mensen in gesprek te gaan. Wat gaat er eigenlijk nu gebeuren? Nu gaan we als college bij elkaar zitten om te kijken van wat zijn nu verstandige stappen. Uitgangspunt is dat we ons nog steeds volop inzetten voor de huisvesting van de opgave die we hebben. Ik hoop dat dit signaal een heel goed signaal is geweest dat we dit op deze manier nodig hebben.